Goedenavond dames en heren, welkom bij Boekbespreking. Vandaag gaan we de boeken van Edwin Mortier bespreken samen met mijn collega Louis van Engelden, die nu in beeld gaat komen. Goedenavond meneer van Engelden. Dag daar Bosso. Ik heb dus het boek Marcel gelezen, genaamd Marcel, naar een personage in het boek, genaamd Marcel. Dit personage is een heel belangrijk personage. Het is niet, hij is eigenlijk al dood, dus hij is niet actief in het verhaal bezig, maar doorheen het verhaal worden er belangrijke details over hem ontdekt. En hij is dus een van de weinige rode draden die doorheen het verhaal blijft voorkomen, waardoor je een beetje het gevoel hebt dat het een samenhangend plot is. Legt u ons eens uit wat de titel van jouw boek inhoudt? De titel van mijn boek is Mijn Tweede Huid. Het boek gaat over Anton, een homoseksuele jongen. En het boek gaat over hoe hij stukje bij beetje accepteert dat hij wel degelijk homo is. En de verandering die hij ondergaat van eigenlijk de bedeesde jongen tot dan de homo. En nu gaan we het hebben over de ruimte. Het boek speelt zich af in Vlaanderen. Dit is wel eigenlijk heel belangrijk voor het boek, want de familie van Marcel en van het hoofdpersonage is eigenlijk zeer Vlaams gezind. En dit zou natuurlijk allemaal niet mogelijk zijn als het zich niet afspeelde in hun nationalistische omgeving. Dus daarom is het wel belangrijk voor het verhaal om het een beetje te schetsen in welke omgeving ze zijn. Definieer anders de ruimte in jouw boek. Bedankt voor de vraag. De ruimte in mijn boek is, zoals bij het uwe, Vlaanderen. Dus dat is al een punt dat waar is, dat, onze boeken overeenkomen. Ja, daar zal Erwin waarschijnlijk heel graag over schrijven. Ja, dat dan zo... Erwin zal waarschijnlijk ook eerder zich interesseren in hoe het leven in de Vlaamse contrariëtig verloopt. Dus... En hij zal zelf ook in Vlaanderen opgegroeid zijn, denk ik. Ja, uiteraard. Het is een Vlaamse schrijver. Dat lijkt me logisch dat hij hier is opgegroeid. Dat is heel logisch. Ja. Mokketjes de deur. Kan ook, dames en heren. Het moet niet de boog moet niet altijd gespannen staan, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat is dus de ruimte van dit boek. Maar ook, meer specifiek, de ruimte is hun verlaten huis waar ze wonen. Het is eigenlijk een soort boerderij op het platteland. Op het platteland in Vlaanderen. En dat huis gaat ook een symbolische betekenis hebben. Ah, ja. Vertel er wat meer over. Dus... En wat eigenlijk zeer interessante symboliek van dat huis is, hij is daar opgegroeid, maar hij voelde zich daar nooit echt thuis. Mm-hmm. En op het einde, naarmate hij evolueert naar meer en meer open te bloeien in zijn nieuwe wereld, laten we het zo zeggen, bij gebrek aan betere woordkeuze, verlaat hij ook het huis, dus ze verhuizen vanuit het huis. En dat is een zeer belangrijk moment in het boek, want het is niet alleen... Dat een praktische zaak is verhuizen, maar het is ook een heel mentale zaak voor Anton en voor de familie die een nieuwe periode in hun leven ingaan. Hij gaat dus werkelijk naar zijn tweede huid eigenlijk, als ik het zo juist zijn tweede verstaan. Huid of zijn tweede huis? Ah ja, dat is natuurlijk, ja. Dat ja. Is natuurlijk goed gevonden. Heb jij dat gevonden of heeft Edwin dat bedacht? Dat heb ik persoonlijk zelf bedacht. Ah ja, okay. Ja. Dankjewel. Daar kunnen we dit onderwerp over afsluiten. Behalve als jij daar nog niks kwijt over wil? Ik zou daar niks kwijt over willen. Oké, okay, nee. Dan houden we het hierbij. En dan nog een onderwerp waar ik het graag mee over zou hebben. Wat zijn de belangrijkste thema's in je boek? Dus de belangrijkste thema's in mijn boek zijn collaboratie. Kunt u dat even uitleggen? Ja, voor de kijkers thuis is dat misschien allemaal niet thuis, dus, duidelijk. Collaboratie in de oorlog, wat het algemeen het woord het meeste gebruikt. Is over het, welke oorlog spreken we? Ik ging het allemaal nog uitleggen. Ja, dus, excuses, kijk. Dit is eigenlijk het verhaal meeheulen met de Duitsers, de slechte, de vijanden, hè, de verliezers, in de Tweede Wereldoorlog. En het is eigenlijk een veel voorkomend feit in onze Vlaamse contraille, dat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. En natuurlijk was het iets daarna niet trots op te zijn. Dat was iets wat probeerden families te verbergen. En als ze het niet verbergen, dan waren er sancties. De overwinnaars gingen daar natuurlijk tegen in. En dat is een heel belangrijk thema, dus het is eigenlijk een jongen die in een heel grote familie zit met heel veel verschillende familieleden. Dat is ook een belangrijk thema, het familiegebeuren, het gevoel van een familie. En de jongen begrijpt dat eigenlijk allemaal nog niet, de Tweede Wereldoorlog, de Duitsers, het goede, het slechte. En doorheen het verhaal ontdekt hij telkens meer
de Duitsgeziende kanten van zijn familie, of het Duitsgeziende verleden toch. Als iets. En het Duitsgeziende verleden van Marcel, een soldaat die aan het oostfront heeft gevochten. En dit ontdekken van die feiten als kind, en dat proberen te begrijpen, is eigenlijk het belangrijkste thema van het verhaal. En dus dan ook dat familiegevoel. En wat zijn dan de thema's in uw verhaal? Ja, het is zeer interessant wat u allemaal zegt. De thema's bij mij zijn vooral de homoseksualiteit in tijden waar dat nog niet echt gebruikelijk was voor jongens om ook over te praten of over uit te komen. Dus dat was een grote zaak en dat is ook een heel belangrijk thema. Ook daar gaat het verhaal eigenlijk over, hoe het is om zo juist op het einde van de 20e eeuw nog homo te zijn, wanneer het eigenlijk niet zo ingebeeld is in de maatschappij. En dan ook, zoals bij uw boek, het familiegevoel is heel sterk. Niet echt het familiegevoel, maar het gebeuren familie. Omdat Anton, die het hoofdpersonage van mijn boek, voelt niet alsof hij zich helemaal thuis hoort in deze familie. En daar wordt ook veel over geschreven en ook hoe hij daarover denkt en zo. Dat is ook een heel belangrijk thema in dit boek. Dus dat is weer een raakpunt tussen de twee boeken. En daar zal Erwin Mortier ook van alles over zijn eigen gedachten over hebben, over die familie. Waarschijnlijk uit zijn eigen jeugd ook enkele voorbeelden van terug kan dienen. Ik had ook nog een vraag. Het gaat vooral over homoseksualiteit. Denk je dat Erwin Mortier daar misschien ervaring heeft? Zou hij zelf misschien een paar homoseksuele relaties hebben opgelopen in zijn jeugd? Dat is zeker kunnen. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Het lijkt mij ook niet onwaarschijnlijk. Het kan gewoon. Maar allicht heeft hij kennissen die homofiel zijn. Of, maar vindt u dat het heel realistisch geschreven is? Alsof je het gevoel hebt van, ja, hij weet dus eigenlijk wel hoe het ongeveer moet voelen, ja, om homo te zijn? Dat vind ik wel. Het lijkt echt alsof hij weet hoe iemand in de situatie van Anton, dus uit het boek, zich zal voelen. Ja. En tegenover zijn familie zal staan. Al denk ik dat eender welke schrijver, maakt niet uit zijn geaardheid, zich wel kan inleven in hoe een jongen die homo is, zich kan voelen op zo'n moment. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat is natuurlijk ook een kenmerk van een grote schrijver, dat hij zich... Erwin. Een voorbeeld van een meesterlijke Vlaamse schrijver. Ja, meer wil ik dat niet over kwijt. Kunt u mij meer vertellen over de opbouw en de schrijfstijl die meneer Mortier hier gebruikt, onze Erwin? De structuur van het verhaal is eigenlijk niet zo logisch. Het is dus eigenlijk redelijk moeilijk voor de lezer om echt direct in het verhaal te komen. Het is dus ook in medias res. De eerste 27 pagina's of 30 pagina's zijn een soort van inleiding. Het is, je wordt gewoon gegooid in een scène waar ze een kast aan het kruisen zijn. Dat is een kast met daarin verschillende foto's van allemaal familieleden of familievrienden of zo die gestorven zijn of een belangrijke plaats hebben in de familie. En dat zijn eigenlijk gewoon allemaal kleine verhaaltjes of anekdotes over die familieleden. En dat is zeer... Op het begin ben je zo wat verward van waar wil dit boek eigenlijk naartoe? Het zijn gewoon verhalen, er hangt hier niks samen. En dat vond ik persoonlijk dus niet zo aansprekend om dan verder te lezen, maar vanaf een bepaald moment kom je in een chronologisch verhaal terecht. Dan beginnen wel bepaalde scènes zin te hebben en heb je het gevoel dat je echt in een verhaal zit. En dan is de structuur redelijk logisch, minder speciaal opgebouwd en kun je het verhaal wel volgen. Is het met kleine tijdsprongen, kleine situaties, maar het is wel chronologisch en het heeft allemaal een beetje zin. Dan de schrijfstijl is zeer gedetailleerd en beschreven. Lange zinnen, veel bijzinnen, dure, moeilijkere woorden die ik toch, ook al ga ik het niet graag toegeven, zelf heb moeten opzoeken. Het zijn moeilijke woorden. Toch, als je het dan begreep, was het wel een soort van gevoel van voldoening, dat het van mooie... ik kon wel geraakt zijn door de tekst en de schrijfstijl, maar het was over het algemeen moeilijk, dus niet voor elke lezer bedoeld van eender welk niveau. En wat kun jij daarover vertellen? De opbouw van het verhaal is niet echt gebruikelijk, het is wel chronologisch, maar het verhaal begint met
Anton als baby, dus hij is onwetend, hij weet niet van alles, het fijne. Hij voelt zich wel al een beetje anders als zijn neef bijvoorbeeld, wat een heel mannelijke jongen is. Maar hij is gelukkig, hij is zich van geen kwaad bewust. Zijn leven loopt op rolletjes. En dan is er een plotse tijdsprong van, laten we zeggen, 9 jaar, van zijn 3 tot zijn 12, totdat hij naar die grote school moet. En hij merkt op dat punt dat hij al helemaal anders is dan de andere jongens, die bijvoorbeeld naar de meisjesschool fietsen en daar de meisjes proberen te versieren. En daar is hij totaal niet geïnteresseerd. Maar daar maakt hij wel zijn beste vriend, Willem. Wat blijkt een gelijkgezinde te zijn op het vlak van zijn gehaardheid. En dan is er nog een tijdsprong naar het derde hoofdstuk toe, van ook 7 jaar, van Anton, zijn 12e tot zijn 19. Dan wordt het beschreven op zijn 19e jaar. En dan... en dan heeft Willem, dus zijn vriend die hij leren kennen heeft op de lagere school, een zwaar ongeluk. En die sterft eraan. En dat is ook nog een heel belangrijk punt. Dan ook de stijl van mijn boek is ook, zoals die van u, van uw boek, zeer ingewikkeld. Veel moeilijke woorden, lange zinnen. Maar ik vind het wel... het geeft u echt wel meerwaarde dat het zo moeilijk is geschreven. Het is niet moeilijk geschreven om moeilijk geschreven te zijn. Want je leest deze boeken ook eerder voor de schrijfstijl, meer dan voor het verhaal. Want het verhaal is oké, maar het leent zich vooral aan uitermate gedetailleerde schrijfstijl van Edwin Mortier. En dat vind ik zo mooi. Eraan. Het is iets anders wat ik normaal niet lees. Normaal lees ik heel veel voor het verhaal, maar hier lees je heel veel voor hoe hij het schrijft, ja, hoe hij dingen beschrijft. Kunnen we het dan ook nog eens zijn dat niet elke niveau van lezer dit verhaal kan lezen? Nee, als uw Nederlands niet op en top is, dan zou ik er zeker niet aan beginnen, want er zijn zoveel moeilijke woorden die zelfs voor een geoefend lezer, als ik zelf, nog steeds moeilijk zijn, u ook waarschijnlijk. Ja. Die voor mij, ik ook. Ik ga niet zeggen dat ik ze moest opzoeken, maar ik moest er altijd wel langer over nadenken. Want ik denk toch dat jij iets hebt opgezocht. Opzoeken is altijd... Ik zie het in gezicht. Opzoeken, dames en heren, u moet zich daar niet voor schamen, maar ik vind het altijd een beetje zwak. Je moet het eigenlijk uit uw eigen intuïtie proberen naar boven te brengen. We hebben natuurlijk tijdens de lessen Nederlands vroeger altijd leesstrategieën geleerd om in de context te gaan zoeken. En al die soorten. Ja, dat is volgens mij volledig... voorbij gestreefd, nee, maar dat... Ik denk dat dat allemaal te danken is aan mevrouw Verbeek natuurlijk, om ons dat allemaal aan te leren. Ik neem niks van mevrouw Verbeek weg, het is een geweldige leerkracht. Ja, maar het is ook een geweldige leerkracht. Uit mijn intuïtie wist ik al veel woorden te bedenken wat ze betekenden. Het is dus niet voor iedereen, maar het is zeker aanrader als je al veel met Nederlands bezig bent geweest en uw woordenschat is ruim. Dank je beste kijkers om te kijken naar de boekbespreking. Vandaag met mijn speciale gast Louis van Langen. Bedankt om mij uit te nodigen. Bedankt om mij uit te nodigen. Dat is met veel liefde gedaan. Altijd leuk om u hier op de show te hebben. Ik hoop dat we binnenkort nog eens zo'n toffe taak kunnen maken over Erwin Mortier. We zouden Erwin Mortier ook willen bedanken. Vooral Erwin. Eigenlijk vooral Erwin. Zonder hem was hier niet opnieuw mogelijk natuurlijk. En zijn broer Guy Mortier. Guy Mortier mag ook bij natuurlijk. Altijd. Erwin Mortier, chapeau. Je krijgt echt een petje af voor zulke boeken te kunnen schrijven en dus een lach op ons gezicht te toveren elke keer weer als ik het vastpak. Bedankt voor alles en rust in vrede.